Hallo allemaal. Ik zie dat er wat binnenkomen die mij hebben gevonden. Het ging precies om 7 uur live en het ging gewoon deze keer goed. Hallo iedereen. Janneke zie ik, Dalinda zie ik. Ik weet niet of ik het volhou om iedereen goeiedag te zeggen. Hetty te ha, oh, Hetty uit Ierland. Mooi dat jullie er allemaal weer zijn. Vanavond hebben wij onze Samen Creatief nummer 49. En per abuis is er vandaag op Facebook een bericht gepost. Heb ik zelf gedaan. En dat ging over de Samen Creatief van november van vorig jaar. Dus ik heb daar een verkeerd boodschappenlijstje in gezet. Het boodschappenlijstje heb ik vanmiddag nog een keer weer opnieuw erin gezet. Je kan het ook vinden onder de Hobbyshop Veldmaat, onder de Lives en dan Samen Creatief. En dan nummer 49, daar staat het boodschappenbriefje ook in. En ik zal het zo meteen nog eventjes gaan uitleggen. Het is 7 uur, we gaan beginnen. Ik heb de materialen die ik gebruikt heb, die heb ik nu voor mij liggen. En ik heb gebruik gemaakt van een afvoerpons. Dat is wel handig. Je kan het ook met een muntstuk dat je dus rondmaakt. Zal ik straks uitleggen hoe we dat gaan doen. Dan heb ik gewerkt met van Joy de Wildflowers papier. Daar zitten 3 setjes in van elk 4 pagina's. En de pagina's, dat zijn deze. Hier heb ik al veel van gebruikt, dus kan ik alleen nog maar een klein stukje van laten zien. Daar zitten er dus 3 van in. Van deze zitten er 3 van in. En van deze zitten er 3 van in. En van deze zitten er ook 3 van in. We hebben voor deze Samen Creatief een pakketje gemaakt. En dat pakketje dat kost €3,95. Daar zit dus dit pak papier in. En er zitten 2 vel van dit kaartstok in. Het kaartstok is doorgesneden op 15 centimeter. Dat is meer dan voldoende. En dan heb ik gesneden voor A. En die is, dan leg ik er wat bovenop op mijn eigen boodschappenbriefje. Dat is niet handig, Ricky. Kaartstok heb ik gesneden 19,5. Ik kan het even meemeten, dan zien jullie dat ook. Dit is 19,5. En dit is 14,5. Dit kaartstok, dat is 19. En dit is 14. We gaan namelijk dit doosje maken. En dan heb je het doosje aan de onderkant, moet die kleiner zijn dan de bovenkant. En als je dit openmaakt, dan komt dit eruit. Van harte. Deze gaan wij maken. De cijfers, die heb ik, of de letters, die heb ik zelf gestanst met deze maal van Crafty Motion. En dat kan je ook doen. Ze zijn ongeveer 4 centimeter hoog, 3 centimeter breed. Je kan ook een Dutch doobadoo maal nemen. En van ongeveer van die grootte. En dan kan je dat ook gaan knippen. En kom je er nu helemaal niet uit dat je geen grote letters hebt. Dan kan je ook eventueel aanpassen. Of je kan op de laptop, computer. Kan je gewoon letters gaan maken. In bijvoorbeeld dit model. En dan kan je op de computer die instellen op de grootte. Print je het uit en dan kan je ze ook opplakken. Dus er zijn vele mogelijkheden. Deze leggen we even weg. Want ik heb dan ook nog 2 stroken. En die zijn 30,5 centimeter. En die zijn dus over zo zijn die 4 centimeter. En dan heb ik 10 strookjes, dat is dus voor die letters, die zijn 4 centimeter en die zijn over zo zijn die 9 centimeter. Die worden dus straks opgeplakt. Dus, ik begin met A. Dit leg ik even allemaal aan de kant. Deze is A en die ga ik rillen voor dat doosje aan de bovenkant. Ik leg altijd de snee naar beneden, zodat ik niet fout kan gaan rillen. En dan gaan we dus die rillen. Dat is deze hoogte. Dat is op 2 centimeter en dan op 4 centimeter.
Ik doe het eerst even aan deze kant. Op 2 centimeter. Een kwartslag draai ik hem. 2 centimeter. Voor degene die ik het nog niet heb gezegd, allemaal een goede avond. Ik was aan het nadenken. Deze is op 2 centimeter. En deze is op 2 centimeter. Ik wil de deksel dubbel maken. En dan ga ik dus nog een keer rillen op 4 centimeter. En dat doe ik dus weer een kwartslag draaien. En ik ril hem weer op 4 centimeter. Goedenavond allemaal. Deze ril ik dus ook weer op 4 centimeter. En deze ril ik weer op 4 centimeter. Omdat ik hem straks ga vouwen, dan heeft hij de ruimte van de bodem. En dan gaat hij soms even een beetje dwars zitten. Dus ik leg dan op mijn bord, heb je hier een lijntje zitten. Dat is ongeveer 1 millimeter. En die snij ik ervan af. Als ik dat ga snijden, dat is zo'n klein stukje, dan zet ik deze in het midden. En dan snij ik hem links en naar boven. En dan gaat er dus een heel klein stukje af. Dat doe ik aan deze kant ook. Ga je meteen snijden hier, dan wil hij wel eens een braam geven. Dat vind ik dan altijd wat minder. Dus ik zet ergens, zet ik hem in het papier. En dan ga ik naar boven en naar beneden. En dat doe ik bij alle 4 zijdes. Heel kleintje, een millimeter eraf. Dan vouwt hij straks wat makkelijker. En dat doen we hier ook. In het midden doorduwen. En dan een klein stukje eraf halen. Dat is A. Bij B ga ik hetzelfde doen. Ik ga bij B, ik zet mijn snij en rail naar beneden, zodat ik niet per ongeluk kan gaan snijden. Maar overkomt mij nog wel eens. Deze gaan we op 2 kwartslag draaien. Op 2. En dan hier weer op 2 centimeter. En dan kan ik aan deze kant kan ik die 2 centimeter zien. En dan heb ik hier meer houvast om hem goed te rillen. 4 centimeter zitten niet. Maar als ik hem hier op 4 centimeter leg, dan kan ik hem dus al vasthouden. Met 2 centimeter lukt dat niet. Dus dat doe ik ook op 4 centimeter. En deze doe ik ook op 4 centimeter. En deze doe ik ook op 4 centimeter. En deze doe ik ook op 4 centimeter. En dan gaan we ook hier. Goedenavond allemaal. Deze leg ik dus weer net over dat randje van die snijlijn. Dan zet ik mijn mesje in het midden. En dan ga ik om daar dus 1 mm van af te snijden, daar heb je straks plezier van als je de deksel in elkaar zet. Dus ook hier leg ik hem over die snijlijn net tegenaan, dat is ongeveer 1 mm. En dan snij ik dat eraf. Deze kant ook. En dan de laatste, die kan dus ook. A 2 en 4 centimeter en B ook 2 en 4 centimeter. Heb je dat gedaan, dan snijden dus aan de buitenkant aan weer alle zijdes 1 millimeter eraf. En dat doe ik dus met behulp van mijn snijapparaat, dat ik hem dus ietsjes over die opening van het snijden leg. En dan kan ik er dus iets van afsnijden. Zijn er vanavond deelnemers die meedoen? Want dan wacht ik daar even op. Ja, dat kan ook ondertussen nog. Maar het is dus A
voor degene die wat later ingeschakeld heeft, die is 19 centimeter en die is over zo 14 centimeter. En dan heb ik B, en B die is 13,5 bij 18,5. Ik zit heel even te kijken of ik dit wel goed heb. 18,5. En deze is 13,5. Nou ga ik ze dus allemaal even rillen. Of die rillen die ga ik vouwen. En dat doe ik bij deze ook. En nu gaan wij dus hetzelfde bij A als bij B. Dat gaan wij inknippen. Ik knip hier helemaal tot aan de tweede vouwlijn. Deze die knip ik ook tot aan de tweede vouwlijn. Dan knip ik hier twee blokjes weg. En hier knip ik één blokje weg. Zodat ik hem straks in elkaar kan vouwen. Op deze manier. Dan draai ik hem gewoon een kwartslag. Ik doe niet aan dezelfde kant, want dan krijg ik straks overal diezelfde verbinding. Hier knip ik twee keer in. Hier knip ik twee keer in. Tot aan die tweede vouwlijn. Dan knip ik hier twee blokjes weg. En hier knip ik één blokje weg. Ik ga straks kijken of het past. Of dat ik die hoekjes nog weg moet doen. Deze knip ik in tot de tweede vouwlijn. Deze knip ik in tot de tweede vouwlijn. Dan knip ik hier twee blokjes weg. En dan knip ik hier twee blokjes weg. En hier knip ik één blokje weg. Draai ik hem weer om. Een kwartslag. Knip ik in tot, je kan ook zeggen van nou, dan knip ik deze er eerst af. Dan kan je die nog één keer over inknippen. En dan knip je die ook één keer over weg. Het is maar wat je zelf makkelijk vindt. Wel goed over de rillijnen gaan knippen, want anders dan wordt die te groot. En dat is A, die kunnen wij dus straks zo in elkaar plakken. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even aan de zijkant, maar dat was ik zelf vergeten, hier een opening in maken. Want dan kan je makkelijker aanpakken. Dus ik ga hier op de helft ga ik een potloodpuntje zetten. Ik doe dat met deze pons. Als je met deze pons werkt, dan kan je dus, hier aan de zijkant staat een streepje, hier staat een streepje. Leg je dan je papier daar gelijk in, dan krijg je een half rondje. Ik heb dat gedaan op deze manier met een half rondje. Want dan kan je dus zien zeg maar, hoe het uitkomt. Als ik zeg van nou ik vind hem te veel, dan kan ik hem laten zakken. Dan ga ik hem optekenen. Dan doe ik ook aan deze kant. Dan zoek ik ook weer de helft op. Heb ik twee hulplijntjes gezet.
Want die grootte heb ik daar gekozen. Dat doe ik hier ook. Ik leg die twee hulplijntjes op mijn vouwlijn. Dan teken ik daar omheen. Nou doe ik hem dubbel. En dan pak ik mijn pons, want dan kan ik zien aan de onderkant. En dan kan ik dat potloodlijntje kan ik zien. Daar leg ik mijn pons op. En zo heb ik er dus een gaatje in. Dat is aan deze kant gelijk. Ik heb weer dat potloodstreepje er staan. Ik leg mijn pons daar overheen. Zoek mijn potloodstreepje op. Die leg ik op dat rondje. En dan is het even hard drukken. En dan heb je dus deze zo in orde. Dan heb je een opening waar je straks dat doosje makkelijk aan kunt pakken. Dan gaan we dit vouwen. Deze plakken we op elkaar. En dan komt deze naar binnen. Ik probeer het altijd even om te vouwen. Om te kijken van of alles past. Of dat je hier of daar nog bijgewerkt moet worden. Bij mij past die. Dus dan kan ik hem vastplakken. Dan wil die natuurlijk niet meer uit elkaar. Voor degenen die wat later ingeschakeld hebben, die... Nou, daar brengt hij zich, dat zie ik dus nu ook al. Dus ik ga toch die puntjes maar even iets bijknippen. Dat is denk ik wel verstandiger. De materialen die ik gebruikt heb, die vind je terug onder de Hobbyshop Veldmaat bij de index aan de linkerkant onder Lives. Daar hebben we verschillende lives in staan. Dit is de Samen Creatief nummer 49. En daar staan gewoon ook de producten in die ik vanavond ga gebruiken. Van dit papier hebben wij een pakketje gemaakt. Het pakketje kost €3,95 en dat staat ook op onze website. Ik gebruik even de lijm. Dat vind ik altijd wat makkelijker met doosjes maken dan met plakband. Dus deze die komt hier op. Voor dit soort klusjes gebruik ik wel de witte lijm, zeg ik dan. En witte lijm kan van alles zijn. Nou, hij blijft niet zitten daar. De witte lijm die plakt sneller. Als je de colalijm gebruikt, dat kan wel voor grotere stukjes. Maar de colalijm kun je ook nog meer schuiven. Maar die plakt niet altijd direct. En deze lijm die plakt eigenlijk vast is vast. Maar als je alles gaat doen met lijm of tape, dan vind ik altijd, dan duurt dat nog wel even. Hier kan ik ook wat makkelijker nog ietsjes meer schuiven. Nou, voor de stevigheid gaat deze er nou. Die plak ik erin. Deze manier met die grotere stukjes. En zo ga ik de hele rij langs. Hier doe ik ook lijm op. Doordat we daar 1 mm van afgesneden hebben, ga je hem dus nu makkelijker vouwen en brengt hij zich niet. Nou pakt hij hem. En dan doe ik hier weer lijm op. En het laatste stukje.
ik weet dat dit mijn bovendoosje is, maar aan de onderkant hoeven wij niet die inkeping te maken voor de bodem. Dat wordt mijn doosje. Voor degene die wat later ingeschakeld heeft, wij gaan vanavond deze maken. Hij kan door de brievenbus, dat is ook altijd wel prettig. Daar hou ik meestal ook rekenschap mee. Dit is nummer B. En B hebben we al gerild op 2 en op 4 centimeter. Daarna 1 millimeter eraf gehaald. En deze die gaan wij dus ook inknippen. Omdat hij dus ietsjes kleiner is van formaat, past hij dus straks in het dekseltje. Ik knip ze in tot de tweede rillijn. Dan knip ik hier 2 blokjes weg. En hier knip ik 1 blokje weg. Ik ga gelijk deze even wat schuin wegknippen, zodat hij straks beter past als je hem dicht gaat plakken. Hier zit nog een kleine braam, die wil ik kwijt. Nou draai ik hem zo om, zodat ik dat hier ook doe. Zo straks zei ik van, nou knip ze alle 2 in. Nou dat kan, maar je kan ook deze. En dan knip je deze tot aan de tweede rillijn in. En dan knip je de 1 weg. Daarna ga je deze even. Precies rechter. Je ziet hem straks niet terug, maar hij valt er binnenin. Draai ik hem nog een slag, knip ik deze in. Tot de tweede rillijn. Deze knip ik af. Deze knip ik ook in tot de tweede rillijn. En die knip ik op de helft. En dan ga ik gelijk even deze puntjes bijwerken. Over zo is die nu helemaal recht. Wat scheef geknipt. En dan ga ik deze nog doen. Draai ik weer een kwartslag. Waarom doe ik dat? Dan krijg je gewoon overal een verbinding. Dan heb je nooit aan 2 kanten. Maar deze die valt hierin. Die valt hieronder. Die valt weer onder de zijkant. En die andere valt weer onder de lange kant. Voor mijn gevoel zeg ik dan heb ik een betere verbinding in dat doosje. Voor de stevigheid. Inknippen tot de tweede rillijn. En dan 2 blokjes eraf knippen. Inknippen tot de tweede rillijn. En hier knippen we 1 blokje vanaf. Dat flapje, dat knippen we gewoon ietsjes weg. Zodat die straks beter past. Ik heb alles al gerild, dus ik ga nu even kijken van, past die? Kijk, nou ga ik deze omdoen, dan komt deze eroverheen. En dan ga je die omdoen en dan komt deze eroverheen. Hier zit die, als het goed is, al onder. Zo heb je gewoon op alle kanten een extra versteviging van die flapjes. Nou, en ook deze, die past. Dus haal ik hem open. Die zie ik dat hij niet helemaal goed doet. Want die wringt zich wat. Hij slaat dubbel. Dan doe ik op deze weer lijm. En dan plak ik hem hieronder. Even vasthouden, dat hij zich goed hecht. Mochten deelnemers zijn die meedoen en ik ga te snel, laat het dan even weten, want dan kan ik nog daar even rekenschap mee houden. Maar heel veel horen we vaak dat ze dus toch meekijken en later de creatie maken. Dit is weer zo'n hoekje. Die valt weer deze kant op, dus die moet ik even vasthouden. Goedenavond voor degene die wat later ingeschakeld heeft. Het filmpje blijft staan op Facebook,
Maar het filmpje komt ook altijd op YouTube te staan. Je kan het altijd weer terugkijken. Ik heb wel gekozen voor een creatie waar dus die dus door de brievenbus past. Hij past niet in een envelop, maar dat vind ik niet een probleem, want ik kan hem inpakken in inpakpapier en stikken erop met naam en adres en dan is het ook goed. Nou zitten deze allemaal vast. Dan ga ik deze in. Lijm opdoen. En dan doe ik het even met mijn vouwbeentje. Om het goed vast. Ik weet niet of jullie het. Ik denk niet dat jullie het kunnen zien. Maar dat jullie wel begrijpen wat ik doe. Dus ik ga dit gewoon even op mijn werkmat goed aandrukken. Zodat de lijm dan ook goed vast zit. Die zit ook goed vast. En doordat ik daar nou een millimeter van af heb gesneden, komt die op de bodem precies rechtuit. Dan heb je er geen last van dat die krult. Dat is mijn laatste. Hier komt een heel klein beetje lijm onderweg. Dan ga ik even met mijn doekje wegwrijven. En als het nu is, dan past die. Ik heb designpapier gesneden voor deze bovenop. Daar komt deze op. Die ga ik even een beetje rood maken. En dat doe ik dan wel weer met mijn kolenlijm. En dit is de A van het designpapier. Die is 11 hoog en 6 centimeter breed. En deze, die komt hier binnenin. Ik plak deze heel bewust op. Omdat we straks hier wat die zigzag in gaan plakken. En dan heb ik deze. Die komt ook hier binnenin. Dan heb ik de binnenkant. Heb ik gelijk. Geeft altijd wel een stukje rust als de binnenkant gelijk is. Ik heb gewoon ontvangst hoe anders even wil bestaan. Het is alweer goed. Ja, soms doet Facebook raar, dat had ik laatst ook. En dan baal je daarvan als een stekker. Maar je bent soms zo machteloos dat je gewoon dan niet weet wat je moet doen. En deze heb ik hier. Komt hier op, dat is dus de B. Maar vandaag deed hij het gewoon direct. Ik twijfel dan altijd als het niet helemaal gaat zoals ik gedacht had. Dan denk ik wel eens van, ligt dat nou aan mij of ligt dat nou aan Facebook? Ik word er soms onrustig van. Waardoor
jaren heen heb ik wel ontdekt dat het niet altijd aan jezelf ligt. Dat zijn de deksel, dat is de bodem, dat is de deksel. Daar komen nog die stukjes voor langs. Die heb ik ook gesneden. Dat is B, dat is 11 bij 7 centimeter. En die komen dus hier aan de zijkant allemaal. En dan moet ik gewoon, dit rondje moet ik er nog uitsnijden. Dus ik maak deze allemaal even rood. En dat zijn dus de strookjes. Ik heb het opgeschreven. Ik zal even spieken. Dat is, zijn de strookjes B. Die zijn 11 hoog bij 1,7. En die heb je zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant nodig. Hier moet ik nog het uitsnijden van deze. Dus ik leg deze er even op neer, zoals die moet komen. Ik ga niet met een randje werken. Dat doe ik niet, ik knip hem gewoon uit en dan kan hij erop. Even kijken of die past. Er mag nog wel heel ietsjes bij getekend worden. En als ik deze goed pas heb, dan leg ik de andere er tegenaan. En dan knip ik die ook zo uit. En de andere kant doe ik dat wel weer opnieuw. Ik wil nog een heel klein beetje van het puntje eraf hebben hier. En dan ben ik tevreden. Dan is deze voor de zijkant, dus dan komt dit tegen elkaar. En dan kan ik hem uitknippen. Zo. Even het uitgeknipte deel nog een beetje rood maken. Is hier ook een werkbeschrijving van? Nee, er is geen werkbeschrijving van. Je kan wel het boodschappenbriefje, wat er is, dat kan je gebruiken. En daar kan je dus snijden wat je nodig bent. Er is ook een filmpje van het boodschappenbriefje, hoe ik dat gesneden heb. En dan is het gewoon nakijken op YouTube, dit filmpje, hoe wij dat gedaan hebben. Nou, deze is pas. Nou krijg ik de andere. Die wil ik aan de buitenkant hebben. Deze doe ik aan de binnenkant. En ook hier ga ik dus weer even met een potloodstreepje die ronding aangeven. Heb je geen ronde pons, dan kan je dat ook met een muntstuk doen. Je kan ook zeggen van, ik heb wel een malletje wat rond is. En dan zou je dat dus een half rondje van kunnen maken. Er zijn gewoon verschillende mogelijkheden. Nou, die gaat in één keer goed. Dus deze zit hier. Dan kom ik met deze. Dat is de onderkant. Dan komt die hier. Ik leg het even extra tegen elkaar, zodat ik dus niet de fout in ga dat ik hem niet goed heb. Of dat hij op de kop erop moet. Maar dan moet ik weer opnieuw snijden en dat vind ik heel goed, wel een beetje storend als ik dat nu zou moeten doen. Dus even kijken, dat is de bovenkant. Dan moet ik zo. Ik leg hem zo even voor mij neer. Deze stukjes moet je er wel eerst op plakken. Voordat we verder kunnen gaan. Want straks dan komt die zigzag erin. En dan moet wel het designpapier erin zitten.
Dus vandaar dat ik dit wel allemaal even met jullie doe. En deze komt aan die kant. Dan heb ik stukjes. En dat is de C, die is 1,7 bij 6. En die komen gewoon hier aan de onderkant en ook aan de binnenkant. Dat zijn 4 stukjes. En dat is dus de C. Nou, dan zit er één aan elkaar. We hebben hiervan, voor degene die het misschien niet meer gekregen heeft, we hebben hier een snijfilmpje van. En dat snijfilmpje, dat snij ik eigenlijk voor deze Samen Creatief die we nu doen. En dan nemen we op, zodat jullie op papier hebben, dat je weet ongeveer wat er bij elkaar hoort. Zodat je gewoon een mooie creatie daarvan krijgt. Ik dacht dat. Kijk, deze die past hierin. Ze zijn bijna allemaal gelijk qua design. En deze die komt hier onderin. Dan komt deze aan de bovenkant. Doordat wij een boodschappenlijstje maakt en een snijfilmpje maakt, kunnen mensen ook meedoen. Maar als je het allemaal gesneden hebt, dan is het eigenlijk een kwestie van plakken. Nou, deze is klaar. Omdat het doosje, de bodem, iets kleiner is, heb ik E 10,5 bij 7,5. En die komt hierop. Daar heb ik er ook 4 van. Die ga ik iets rood maken. Dat is zowel voor de binnen- als de buitenkant. Maar hier hoef ik dus niet nog een opening in te maken. Dat scheelt dan weer. En zoals ik al zei, we gebruiken de letters van harte. Ongeveer 4 centimeter hoog, 3 centimeter breed. Dat zijn malletjes van Dutch Doodoo waar je ze gewoon kan natekenen. Je kan gewoon met een mal gaan werken. En kom je er helemaal niet uit of heb je er echt helemaal niks. Dan kan je ook nog zeggen van nou ik ga het gewoon met Word. Ga ik die letters maken. En dan ga ik ze dus uitknippen. Probeer altijd iets te verzinnen wat iedereen kan. Wij doen ook heel vaak met de Samen Creatief en ons knutseluurtje, dat we dus niet zoveel stansen. Want dan kan lang niet iedereen meedoen, want niet iedereen heeft die stansen. Of er moet gewoon een vervanging zijn. En deze die komt aan de buitenkant. En dan heb ik daar ook nog weer strookjes voor. Ik heb alle velletjes designpapier gebruikt. Er blijft wat van over van het designpapier. Als je wil, dan kan je toch wel 3 van deze creaties gaan maken. Dan heb ik hier de F. Die is 1,7 hoog. Bij... Even kijken, 5,5. Ik zie dat hij een beetje aan de grote kant is. Ik knip hem heel iets bij. Dat heb je wel eens soms, dat snij je iets. En een millimeter is al snel heel veel, vooral als je dus kleine stukjes hebt zoals dit. Die komt hier aan de buitenkant. Andere kant van het doosje, even meten. Hier past hij er wel op. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik heb dat wel eens met snijden. 1 millimeter, dat kan snel
kan het ietsjes meer of ietsjes minder zijn. En dan op die kleine stukjes meet ik wel altijd even of het past. Ik heb dat niet vooraf kunnen doen, want de doosjes die zaten niet in elkaar. Oh, ik zie hier wat bovenuit komen. Die is verschoven. Dan heb ik hier en die komt hier. Die past er ook in. Even iets rood maken. Er zijn nog een aantal pakketjes te bestellen. Het kan via de website. Morgen zijn wij weer open. Woensdags van 10 tot 5 zijn wij open. Of van 10 tot 4. Donderdag 10 tot 4. Vrijdag en zaterdag van 10 tot 4. Alleen nu met Pinksterweekend zitten ze eind van de week zit de winkel een dag dicht. En dan komt deze hier op. En nu heb ik mijn doosjes klaar. Dit past zo in elkaar. Nu ga ik verder met de zigzag. Met deze zigzag die hier dus in komt. Daar heb ik voor 2 stroken. Van 30,5 bij 4 centimeter. Even de boel aan de kant opruimen. En deze gaan wij rillen. Die rillen wij op 5 centimeter. Ik zet de snijmes naar beneden, zodat ik niet kan gaan snijden per ongeluk. Dit is 5. Dan ga ik naar 10. Dat doen we elke 5 centimeter. Dan ga ik naar 15. Dan ga ik naar 20. Dan ga ik naar 25. En dan ga ik naar 30. Dat is mijn eerste strook. Dan pak ik de tweede strook. Daar doe ik hetzelfde mee. Ik ga rillen op 5. Op 10. €3,95 zijn de pakketjes, ja. 15. Dan ga ik naar 20. Dan ga ik naar 25. Dan ga ik naar 30. En bij 30 snijden we hem af. Die halve centimeter, die hebben wij niet nodig. Laat deze nog even liggen. En dan gaan wij deze halve centimeter die over is, bij die 30,5, dan gaan we deze tegenaan plakken. Dat doe ik ook even weer met lijm. En die plakken we op elkaar, zodat ik een lange strook krijg. En nu gaan we nog één keer over het begin en het eindpunt. Gaan wij dus rillen. Ik heb hier, als ik hier begin, zo krijg ik die zigzag. Hij plakt nog niet helemaal goed. Ik hoop dat het zo bezig gaat. Kijk, zo heb ik die zigzag die er straks in komt. Maar om hem goed te kunnen inplakken, heb ik deze en die op de helft gerild. Ik wilde dat niet meteen doen, want dan kan ik elke keer, dan kan ik geen 15-15 zeggen. Dan moet ik elke keer met halve centimeters gaan werken. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om deze nu te rillen op 2,5 centimeter. Dus de eerste blokje van 5 ga je op 2,5 centimeter rillen. En dan ga je het laatste blokje. Ga je ook op 2,5. Dan kan ik aan die kant, want daar heb ik ook nog een deel. En dan ga ik die ook op 2,5 rillen.
En dat komt dus straks. En dan kan ik hem straks inplakken. Ja, anders dan doet hij dat niet. Nu heb ik 10 stukjes. En dat is op het boodschappenlijstje nummer D. En dat zijn, even kijken, ik zal even spieken. Die zijn dus 9 bij 4 centimeter. Ik meet het even na. Ja, 9 bij 4 centimeter. En die heb ik allemaal afgehoekt. Heb je dat niet om het af te hoeken, dan kan je, ik heb hier dat rondje nog liggen. Dan kan je dit rondje en slaan. Kan je dat op deze manier doen. En dan leg je het rondje aan die kant. Hier recht, daar recht. En dan knip je dat ook af. En dan heb je dus deze hoeken af. Dat hoef je niet elke keer met deze te doen. Want je kan ook even deze op elkaar leggen. En dan kan je deze eraf knippen. Die is klaar. En dan kan je deze eraf knippen. Je hebt dan een soort malletje. Ik gebruik wel elke keer de bovenste. De bovenste die ik dus als eerste heb afgeknipt. Die gebruik ik, want je kan de andere ietsjes verschillend maken. Dan krijg je gewoon, ja, dus ik zeg wel eens soms als je iemand wat in het oor fluistert en dat gaat 10 mensen verder, dan krijg je gewoon een heel ander antwoord. Zo werkt het hier ook eigenlijk een beetje mee. Als je dus niet elke keer het begin hebt gepakt, dan kan het zijn dat je op het laatst minder goed uitkomt. Het zijn 10 stukjes. Maar als ik het zo met jullie meedoe, dan kun je ook zelf zien hoe zoiets werkt. Voor mij is het gewoon heel makkelijk om de pons te pakken natuurlijk. Zo. Wat we nu gaan doen is, we gaan hier alles opplakken. Kijk, we hebben hier gewoon die stukjes allemaal en die stukjes komen er bovenop. En die stukjes komen hierop en dan blijft er 6 centimeter moeten overblijven. Dus als ik aan de achterkant 6 centimeter afteken. Ik heb dat heel bewust gedaan, niet helemaal tot onderaan. Want als je het helemaal tot onderaan doet, komt dat straks niet mooi uit met het designpapier. Dat is 6. Dat is 6. Oh, dat zijn er 2. Dat is 6. Dat is 6. Dat is 6. Deze is 6. En de laatste, die teken ik ook af op 6 centimeter. Nou kunnen wij dus hier de lijm op doen. En die plakken wij dus hier op. Dit is de 6 centimeter. En dan komt hij aan de weerskant en komt hij dus gelijk. Je kan werken met de blokjes van je mat. En dan heb ik hier één blokje en daar één blokje. En aan de bovenkant komt hij dan ook recht. Daar kan ik hem recht leggen, daar kan ik hem recht leggen. Ik werk wel vaker met de blokjes op de mat.
Het streepje staat erop. Ik leg deze weer hierop. En zo moet hij dus netjes recht. Ik kan het nog beter op deze manier doen. Merk ik wel. Je maakt de creatie en dan probeer ik het eigenlijk allemaal zo te doen dat het voor jullie wat makkelijker is. Daar zit mijn streepje. En aan weerskanten moet hij dan even ver. Ik zal even een keer spieken. Ja, dat is 6. En dan kan ik hier tot aan het streepje kan ik lijm doen. En dan komt hij hieronder. Op het streepje. En dan moet hij wel even een beetje recht zitten. Tegen die tijd dat ik de laatste heb geplakt. Hier is het streepje. Aan beide kanten evenveel. Eén blokje. Oh, hij moet wel recht. Dan heb ik hier. Daar heb ik het streepje. Leg ik hem op die blokjes. Deze moet ik even nameten, want ja, zo is die goed. Hier heb ik ook. Ik had er net te veel lijm op gedaan. En toen zag ik het streepje niet meer. Voor alle duidelijkheid zal ik het even uitleggen. Ik zorg dat mijn vouwlijn op zo'n streepje ligt. Die vouwlijn ligt op een streepje. En dan komt aan weerskanten één blokje. En dat blokje kan je naar boven. Kan je erbij. Kan je kijken. En dan zit hij er rechtop. De ene laatste. Want op die laatste. Daar komt dus niet. Zo'n verhoging. Ik ben aan. Aan het plakken en dan kan ik niet altijd. Ja. Dan geloof ik dat de 2e maanden heb. Ja. Dus ik leg hem weer op zo'n lijntje, op zo'n blokje, één blokje terug. Op die centimeter. Even spieken. Of die 6 centimeter is. Ja. Er komt hier iets lijm achter. Als er iets lijm achter weg komt, heb ik altijd zo'n klein doekje liggen om dat even weg te vegen. Zo, deze heb ik niet afgetekend. Vandaar dat hij dubbel was. Dat ga ik dus toch nog even doen. 6 centimeter. En dan kan hier ook lijm op. Nou doe ik het fout. Natuurlijk. Nou, even weer een centimeter. Even controleren. Als ik twijfel, doe ik het eigenlijk altijd niet. Dan heb ik dus een hele rits met allemaal die verhogingen erop. Dan heb ik designpapier. En dan begin ik dus met deze. Dat is de G, 3,5 bij 4,5, 10 maal.
En dat komt allemaal hierop. Dus ik ga die even een beetje rood maken. En die heb ik van de zijkant van het designpapier gehaald. Zodat je gewoon dat randje helemaal aan de onderkant krijgt. Ik heb hem op zichzelf nog weinig versierd. Dat komt nog. Zondag komt een blogbericht. Waarin deze creatie staat. En waar ik hem dan ook verder heb versierd. Met nog wat teksten, wat stempels wil ik er nog op doen. Wat bloemetjes komt er nog op. Maar dat is voor de zondag. Als we dat allemaal in deze live ook nog willen doen, dan wordt het eigenlijk best veel te veel. Maar vaak bedenken wij onze creatie. En dan denk je van, oh, dat komt met een uurtje goed. En dan ben je bezig en dan denk je van, poeh, dan wordt toch wel meer. Zo, dat is deze. Die doe ik met de colorlijm. En daarom hebben we dus die stukjes wat groter gemaakt. Maar als je helemaal hier op het randje gaat zitten, of bovenaan op het randje, dan plakt je niet zo goed. Dus ik wilde dat wat steviger hebben. En toen dacht ik van, nou, dan moet het maar gewoon even wat langer. De colorlijm doe ik altijd in deze flexibele potjes, zodat je gewoon makkelijk eruit kunt knijpen. Je kan natuurlijk de letters ook zelf gaan kiezen. Hè. Het hoeft niet van harte te zijn. En in het doosje, daar zou ook nog wel wat letters bij kunnen. Hij is niet zo dat hij helemaal gevuld is. Maar goed, het moet ook voor iedereen haalbaar zijn. En het moet ook allemaal kunnen. Oh, die verschuift. Zo heb ik 10 stukjes. En de laatste 2, die hadden wij gerild op 2,5 centimeter. Daar komt dus ook nog op 1 deel designpapier. Niet op alles, maar we willen hem in het doosje plakken. En dan deze, de laatste van deze formaat. En dan heb ik er nog 2. Dat is H. Dat is 3,5 bij 2,5. Die gaan we ook even rood maken. En die komen dus op die 2,5 centimeter. Laat het zometeen zien. Die komt dus hierop. Een andere stukje, dat plakken we straks in ons bakje. En dan aan deze kant ook. Dan komt op het eerste deel. Is daar ook een mal van? Van de letters is wel een mal. Maar voor de rest is er nergens een mal van hoor. Het is gewoon een eigen creatie die wij daar van hebben gemaakt. Zo. Dat is dat. Oh. Nou rest mij nog. Designpapier van 10 maal i hoog 5,5 bij 3,5. En die komen dus hierop. Ik heb er 2 met een bloemetje en de rest is allemaal effen. En hier komen straks de letters op. Kijk, dat zie je hier ook. Daar komen de letters op. En dan heb je dus de eerste 3, daar komen letters op.
Deze komt hier. En dan heb je hier. Maar ik moest dat gewoon eentje erbij doen. Anders dan kon ik hem niet vouwen. En die komt dus hier. Ga ik even kijken of ik hem kan ponsen. Of dat past. Dat kan. Dus ik heb 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deze komt hier. Ik leg ze meteen goed. Die komt hier. Ja, je kan natuurlijk de tekst, ik heb nu van harte gedaan, dat, je kan ook een wetenschap doen, je kan een Abraham, een Sarah, het is maar wat je wil. En wat ik in het begin al heb aangegeven van, er zijn dus gewoon schablonen van Dutch Doobadoo met letters, die kan je daarvoor gebruiken. Heb je dat niet, dan kan je gewoon ook zeggen van, nou, ik ga ze printen, ik ga ze gewoon met de computer maken. En dan kan je ze gewoon of natekenen, of je kan ze gewoon uitprinten. Je kan misschien uitprinten op designpapier als je dat zou willen. Dus er is best wel heel veel mogelijk. En ik zie echt die grote letters best heel veel op Facebook voorbij komen. Het zijn ook andere merken. Kijk, dit komt hier. Dus dan ga ik allemaal eventjes weer wat rood maken. En als we dit hebben gehad, komen de letters erop. En dan plak ik hem in een doosje. Dat is het makkelijkste. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb hier in onze woning heb ik een klein kamertje. Dat zit helemaal aan de achterkant. Het was een schuurtje. En dat hebben we omgetoverd tot voor de logeerkamer. Als er eens een keer eentje komt logeren. En daar heb ik nou mijn hobbyspullen staan. Er zit een plat dak op. Nou, het is hier zo ontzettend warm. Het is hier 29 graden. Dus ik heb het behoorlijk warm. Nou, dan zijn ze allemaal. Deze moet ik heel ietsjes bijknippen. En ik zie dat het niet helemaal goed is gegaan. Straks zit hij erop, dan kan dat niet meer. Nou ga ik het weer met mijn colorlijm opplakken. Het is even een klusje, maar dan heb je nog wat. Dit was een creatie die ik eigenlijk toch nooit zoveel voorbij zag komen. Want je kan gewoon kijken waar je op wilt. Want soms denk ik, nou, dat is eigenlijk niet iets meer wat je nog kan bedenken wat niet op internet staat. Het is, ja, soms word ik er moedeloos van. Dan denk ik van, de laatste keer een creatie had ik zelf bedacht. Denk ik, nou, en toen dacht ik van, dan probeer je iets te maken wat je nog nergens tegen bent gekomen. En warempel, daar kwam er nog eentje mee. Toen dacht ik van, nou, het is van net of ze het voelen aan het water. Dus het lukt ons gewoon niet altijd meer om uniek te zijn. Dat lukt gewoon bijna niet meer. Ja, buiten zitten. Ja, maar dan denk ik, ik kan niet buiten gaan zitten met mijn lijf niet, maar dan heb ik geen goed licht. Maar straks, als ik klaar ben, dan heeft mijn man koffie. En dan gaan we mooi even buiten zitten. Nou, deze is zover klaar. Ik heb mooi breed beeld vandaag, dus ik kan...
Jullie kunnen het mooi overzien. Dan heb ik hier de letters. Die had ik al gestanst. De V. De A. De N. De H. De A. De R. De T. En de E. Die hoef ik niet te kleuren, dus die kan ik gewoon, dat doe ik met witte lijm. Van. En dan dat die zigzag moet kloppen als je hem dus wilt afvouwen. Dan heb ik dus die extra gedaan. Maar anders dan wil dat niet. Mochten jullie hem maken, dan kom je daar zelf ook achter dat het dus inderdaad niet. Want dan moet je de ene keer aan de voorkant in het doosje plakken en de andere keer aan de achterkant. En dat geeft geen mooi gezicht. Nog twee te gaan en dan kan hij in het doosje. Je weet alleen, die plakt altijd goed. Dit is ook niet te doen om dat allemaal met plakband te doen. Ja, degene die dat wil, die mag dat van mij. Maar ik vind het zelf te veel gepriegel. Dan vind ik zo'n lijm toch wel heel erg prettig. Dat is die. Deze die vouw ik naar achteren. En deze vouw ik ook naar achteren. En dat heb ik hier ook gedaan. Als je die naar achteren vouwt, dan komt dit stukje omhoog en dan komt die iets verder uit je doosje. Dus deze die ik naar achteren vouw, daar doe ik lijm op. En die plak ik dan hier vast in het hoekje. En hier heb ik de deksel. Ook hier doe ik lijm op. En die plak ik dan ook hier in het hoekje. Dus als je deze even dubbel vouwt, dan komt die gewoon helemaal. Dus ik hoop dat jullie dat zien. Dat die hier in het hoekje komt. Doordat deze 2,5 centimeter er is, heb je doosje staan, dan komt hij gewoon een beetje naar buiten. Als je hem helemaal vastplakt, dan komt dus deze in het doosje, dan blijft hij zo staan en dan komt hij eruit. Dus die 2,5 centimeter plakken wij hier rechts in het hoekje, dan doen we dus die andere 2,5 centimeter, leggen we erop en dan gaan we deze opvouwen. En hij zegt, ik heb er geen zin aan, ik ga wel los. Misschien kan je het zo zien, in dit hoekje komt dan die andere helft. En dan kan mijn doosje zo dicht. Hier heb ik een opening in gemaakt dat ik hem kan pakken. Dan kan ik hem uittrekken. Ik zal even voorzichtig doen, want de lijm is nog niet helemaal goed droog.
En doordat ik dus deze 2,5 centimeter, die laatste eerste blok van 5 centimeter op de helft heb gerild, komt deze een beetje naar buiten. Kijk, dan zit hij anders, dan heb je hem zo vast. En als je hem dan neerzet, dan zie je dit. En nu komt hij dus een beetje naar buiten. Zover ben je samen creatief. Op onze website is gewoon nog te zien. Dankjewel Tina. Leuk dat jullie hem mooi vinden. Bij de index van Hobby's of Veldmaat staat Lives. Daar staat Samen Creatief bij. En daar is nummer 49. Daar staan de materialen die wij gebruikt hebben. Het pakketje kost €3,95. Dat kan je maken zoals die hier nu ook is. Dat kan je. En dan wil ik graag voor de volgende keer. De volgende keer dat ik er weer ben, dat is 25 mei, dan heb ik de knutseluurtje op zaterdagmorgen om 10 uur. En dinsdag 11 juni is er weer een Samen Creatief en die verzorgt Francis. Dankjewel allemaal voor het kijken. Ik hoop nog eens een keer terug te zien. Te laat, maar supermooi. Je kan hem altijd terugkijken op YouTube of op Facebook. Dus, en daar staan de maten, boodschappenbriefje, kan je ook nog wel terugvinden. Dan kan je, en dan komt het allemaal goed. Ik ga jullie allemaal bedanken. Wens nog een fijne avond. Geniet nog even van het mooie warme weer. Morgen is het anders. Dat is het. En dan ga ik nu deze live beëindigen. Bedankt hoor, dames, heren.